Deze nieuwsuitzending is heel actueel. Het is vandaag dinsdag 1 september. En ik heb geluisterd met weerzin. naar de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Wat ik walgelijk vind is dat er bij die twee heren een gebarentolk aanwezig is. Ik snap niet waarom je doven dit soort bagger moet laten horen. Ik vind het zielig voor de doven dat er een gebarentolk bij staat. Dat is even voor uh, ja, dove levens doen er ook toe... Bij deze, voor alle dove mensen, sorry voor die mevrouw die daar tussen staat. Maar die kan er ook niks aan doen. Die loopt graag in een mantelpakje. Met een kettingtje. En ze is getrouwd. En ze heeft oorbellen. Ik werd net gebeld door Mira... Mijn uh, Amsterdamse jodenvriendin uit de Jordaan. En die, die is ondaan. Einde kant tegen een stootje. Die heeft de meest rare lui al bij haar op radiovisite gehad. Die heeft de meest krankzinnige verhalen aangehoord. En dan. Oh, oh. Oh, denk je er zo over? Hahaha. Ha, 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 ha. En die zegt nu, want dit is. Dit vind ik. Dit vind ik zelfs eng. Kan je dit kinderen wel aandoen? Of moet je net als uh, sommige ooievaarsmoeders dat doen? Hè? Dan hebben die ooievaars, we uh, willen lekker zo'n ooievaarsnestje. Het nou, ziet er allemaal goed uit en zo. En dan, uh, ja, dan denken die ooievaars van, het uh, is eigenlijk niets meer te eten voor die kinderen. Nee, er is alleen maar wat te eten voor de mama en de papa. Ooievaars, die eten hun eigen kinderen op, hè? Dat staat op YouTube. Hè? Ik kan het niet op mijn kanaal zetten, want dan krijg ik copyright infringement. En je begrijpt de emotie van zo'n ooievaar wel. Van je wil dit leven, je kleine ooievaartje niet aandoen. Dus dan eet je het maar op. Volgende keer beter. Kijk, een ooievaar oh, kan dat wel en wij niet. En de emotie is. En ik zeg dat de, de, die emotie is heel begrijpelijk. Huh? En die emotie is niet rationeel. En waarom niet? Nou, elke emotie is niet rationeel. Dus ook die emotie niet. Kijk, als de, de buren bakstenen gaan gooien door uh, de woonkamerruiten of zo, dan, dan krijg je ook allemaal emotie. En, en die, is, die is niet rationeel en dat is een direct gevolg op. Hè? Maar als dat soort dingen niet aan het gebeuren zijn en je ziet het alleen maar op de langere termijn helemaal in elkaar zakken, ja, dan moet je toch een beetje denken aan Billy Joel. Die vrolijke Amerikaanse pianospeler. Met de. En then we will all go down together. Dat doen we toch graag? Ergens samen naartoe? Nou, dan gaan we allemaal samen naar de verdoemenis. Ja. Dat is gezellig. Maak je niet zo'n zorgen. Door in die zin ben jij niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van je leven. En voor dat deel van de kwaliteit van je leven waar je wel voor verantwoordelijk bent. daar zou ik maar mijn verantwoordelijkheid voor gaan nemen. En dan moest je altijd al. En, en dan krijg je het, uh, die bagger van Rutte en de jongen over je heen. Fenomenaal dat ik. Uh, ik heb door ongeveer een kwartier daarna kunnen luisteren. En toen kreeg ik lichamelijke dingen. Mark Rutte, ik pak maar even de twee hoogtepunten. Of drie. Mark Rutte die zei dat als je een boete voor corona krijgt, dan kan dat ook als je nog geen 18 bent. En dan betaal je die boete. En dan komt, dat komt niet in je dossier. Maar als je die boete krijgt en je bent 18 jaar of ouder. dan komt dat in jouw dossier. Dat houdt in dat ze daar nog steeds niet geautomatiseerd zijn. En dat vermoeden heb ik al heel erg lang. Want dat kan natuurlijk niet. Dus als jij een boete krijgt van de politie, is er een politieagent die doet net als de Albert Heijn kassier en doet die pliep. Eigenlijk zou ik zeggen, als jij een boete krijgt van de politie, dan doet de politie die pint direct op je rekening. Het is dus gewoon gelijk van je rekening af. Heb je dat gezeik ook niet met binnen zoveel dagen betalen? Al oh, dat luxe gedrag. En dat jij een boete hebt gekregen, dat hoort in jouw dossier te staan. Al was je tien. Dan willen we dat ook graag weten. wil ik zeggen, we willen alles weten. Lijkt mij. Maar onder de 18 gaan we het. Uh, nee, dus boven de 18. Dan gaat dus iemand. Gaan, dat komt. Een, weet je een programmeur wordt erop gezet. En al die boete dingen. Er moet een bijgevoegd worden aan de dossiers. En. Oh, daar moet je wel een filter overheen Dat kost allemaal geld. Dat moet allemaal in één centraal systeem staan. Ja, ja. Maar dat wist ik al. Dat verbaasde me niks. En het is dan zo, als je een boete hebt, dan komt er niets in je verklaring omtrent gedragsdossier. Dus je mag nog wel voetbaltrainer worden. Maar dan moet je ook anderhalve meter uit elkaar staan. En daar is men dan druk over. Laten we wel wezen. In de leeftijdscategorie 0 tot en met 65 jaar is er in 2020 uh, hetzelfde beeld als in 2019. En hetzelfde beeld als de jaren daarvoor. Namelijk dat in die categorie, uh, procentueel gesproken, steeds minder mensen overlijden. Ja, het is opmerkelijk, het is een trend. Het uh, gaat niet keihard omlaag. Maar je ziet het duidelijk. Als je kijkt naar de cijfers van het CBS. Ik heb daar ook een nieuwsuitzending over gehouden. Over corona en de sterftecijfers van het CBS. 1995, 2020. Als je dat intypt. Dan moet je even zoeken op mijn kanaal. Dus moet je op mijn kanaal gaan. En dan kan je zo'n dingetje met zoek binnen dit kanaal. Niet de algemene YouTube zoek. Maar binnen mijn kanaal zoeken. 1995, Spaansie 2020. Dan krijg je hem. Dan kan je het zien. Met die mensen gaat alles prima. En daarmee in het algemeen met mensen gaat alles hartstikke goed. Alleen ze hebben op uh, 16 maart. Nou, 15 maart hebben ze die maatregelen afgekondigd. En 16 maart heeft Mark Rutte zijn fameuze toespraak gehouden. En toen begonnen de dodentallen op te lopen. Heel rap. Onder de ouderen van dag. Dat heeft Mark Rutte op zijn gebeten. En wat zat erachter? Ja, bankmakerij voor iets wat helemaal. Ja, het bestaat wel. Maar het bestaat ook niet. Je kan niet zeggen, euh, ja, de, de, hoe het, de, de stationcar is een slechte auto. Zo, in de stationcar krijg je vaker een ongeluk. Er zijn zoveel stationcars. En bij die virussen is dat, ik weet echt niet waarom... Ik snap er eigenlijk helemaal niks van, maar die dingen die schijnen de godganse tijd te muteren. Dus je hebt dus klasses van virussen en dan daarbinnen. De Spaanse griep is om een of andere reden uitgestorven. Ja. Nee, nou, er is er nog steeds, maar hij is gemuteerd, snap je? Dus hij ziet er nou anders uit. Ja, nou precies. Dus wat is dan corona? Je moet specifiek zijn. Neem zoiets als syphilis. Dat is specifiek. Mazelen. Dat is heel specifiek. Cholera. Tyfus. De pest. En begin je dan aan dingen als... Uh, kijk, een verkoudheid, daar ga je niet dood aan. Dat is vervelend, maar daar ga je niet dood aan. En een griep, ja, dus een, bij oude vandaag uh, is het gebruikelijk dat ze sterven aan griep. Ja, dat is de zo. Nog één griepje en het is over. Dat, dat, dat zei men vroeger. Hè? Dat zeiden de oude mensen over zichzelf. Hè? Wat nou, uh, nog één griepje en het is over. En iedereen moest dan lachen. Als je stierf van griep, dan werd je genoteerd als overleden aan natuurlijke dood. Gewoon normaal. Iedereen krijgt wat aan het einde van de rit. En wat is griep nou in feite? Ja, je hebt hoofdpijn, je hebt spierpijn. Je hebt geen zin in eten. Je, je hebt koorts. En je bent misselijk. Die, misschien ook nog wel uh, moeite met slikken. Ah. Oh ja, je hebt helemaal nergens zin in. Algehele nou, malaise van het lichaam dus. En dan zeggen ze dat het komt door virussen. Waarmee ze in feite zeggen: het komt door iets wat we niet kunnen zien met een microscoop. En we hebben er wel hele mooie verhalen bij over DNA en RNA. En dan begin ik die jongens helemaal uh, kwijt te raken. Dan weet ik dus nog steeds niet waar virussen vandaan komen. En waarom ze muteren. De virussen zijn geen levende organismen. Maar ze muteren wel. En ze planten zich ook voort. Ja, het zal allemaal wel. En in Nederland is dus in 2020, behalve die sterftegolf. in de acht weken na de maatregelen van Mark Rutte. is er niks aan de hand. Zit zitten sinds week 20 weer. Het stijgt de laatste weken weer iets moet ik zeggen en we zitten sinds week 20, dus elf weken zijn er nu de laatste elf weken, dus de laatste drie maanden bijna, hebben wij minder doden dan vorig jaar over de hele linie, hè? ook de hoogbejaarden, minder dan vorig jaar in totaliteit. Dus er is niks aan de hand in Nederland, echt helemaal niks. Er is helemaal geen Nee, er zijn mensen overleden aan die maatregelen, aan die angst. En de medische wetenschap is inmiddels... Uh, nou, niet bij dat soort domhoofden als Hugo de Jonge... maar verstandige medische mensen die... Mijn bedrijfsarts bijvoorbeeld. Daar kwam ik bij hem vorige week. Uh, ik heb een dingen, is het opgelopen, en en hij vroeg van, nou ja, oké, okay, waar heb je last van? En hij vroeg er expliciet bij, zijn er ook andere dingen die misschien niks te maken hebben met deze lichamelijke toestanden, waar ik toch iets van zou moeten weten? En dan ging het om stress. En hij, die man zei er nog expliciet bij van, ja, kijk, het is zo, dat, uh, ik zie niet de gezondheid van het lichaam los van de gezondheid van de geest. Dus als ik als arts iets wil doen aan iemand zijn problemen. Dan moet ik ook weten of het voor de rest als snor zit. Ben je een beetje happy? Of lig je in scheiding met je vrouw? Ik zeg maar wat. Huh? Iedereen weet dat. Of iedereen. Maar. En de onderbouwing daarvan die zit heel diep. Als je er meer van wil weten, dan adviseer ik je om te luisteren naar Pierre Capel. Die het heeft over de kwaadaardige lichamelijke gevolgen van angst. Je, 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 je emoties beïnvloeden je DNA. Ook in negatieve zin. En je emoties, dat is... Noem het maar dat wat je waarneemt. Je waarneming beïnvloedt de, de, de werking van je DNA. Je kan ook zeggen, je DNA is vergelijkbaar met een hele grote bibliotheek. En de meest gelezen boeken, die vind je er het makkelijkste in te vinden. En dus zijn dat altijd de boeken die je ervan leest. Dus zo heb jij je DNA geactiveerd door het te gebruiken. En als je steeds dezelfde stukken DNA gebruikt, dan... ja, dat merk je dus. Dat, dat, dat onthoudt dat DNA voor jou. Oh, Perrie, dat kan niet. Dat is, uh... Ja, dat kan dus wel. Dat is de enige verklaring. Het DNA zit veel bijzonderder in elkaar dan wij denken. is dus een zelflerend systeem. Zo lijkt het dan voor ons. En dat kan dus helemaal ontaarden door stress. Dan schiet je lichaam in een uh, vechtmodus, terwijl er niks te vechten valt. En de, de normale activiteiten van het lichaam, die staan allemaal in de, ja, in sperbetziak. In, uh, in lockdown. Want er is een gevaar. Voor je lichaam heb ik het nu over. Hè? Dus, je DNA staat of lekker in mijn. Hallo, ik ben DNA en ik weet lekker mee. En, oh, er zijn nieuwe dingen nodig. Oh, je wil je dat? Nou, dan krijg je er ook in. Dat is alles bij. Je DNA is zeg maar als een snack maar. Daar wordt aan besteld en dan wordt dat geleverd. Of je DNA staat niet lekker aan. Dat speelt allemaal nogal mee. En men kletst maar door hè? bij die overheid. We geven geen achting voor ons menselijke zijn. Ze praten over dat er maatregelen genomen moeten worden om de oude mensen te redden. En wat ze zelf gedaan hebben... heeft de dood veroorzaakt... van uh, terecht minimaal 4000 bejaarden. En dan reken ik die 6000 coronadoden... als echte coronadoden. Maar dan hebben we altijd nog die 4000 over. Uh, Mark Rutte heeft... Uh, en Hugo de Jonge, de hele club... 4000 doden op hun geweten... Dat is vrij normaal hoor, in dat soort kringen. Dat geintje van 11 september. Ja. Dat heeft ook 3000 doden gekost. Dat waren toch helden? En waarom zijn die mensen op 11 september met z'n 3000 dood gegaan? Nou, dan konden ze de Patriot Act erin denderen. En toen de National Security Act en eh, ze wilden oorlog beginnen in Afghanistan. En toen naar Irak, want Saddam Hussein had er namelijk niets mee te maken. Dus die geven we maar de schuld. En, uh, en toen zijn we verder gaan klooien. Ja, het kost een paar doden, maar dan heb je ook wat. Dus uh, het is regelrecht, het is maffia. Dus de kwaadaardigheid om het geld te verdienen. En dan nog uh, geweldig vinden ook. Het protocol. Ik heb een boek voor hier voor mijn zwager gekregen. En dat heet Mannen van Eer. Eh. Uh, een geschiedkundig werk over, de, over het ontstaan van de maffia. De kerk staat erachter. Hè? De katholieke kerk. Er wordt zelfs gezegd dat de maffia. Dat dat een afkorting is van een M en een A, ik weet het niet precies, zoiets in het Latijn of zo. En die eerste letter, die M, dat is Mazzini. Dat was een vriendje van Albert Pike. En Albert Pike is een Freemason, een, een mason, een vrijmetselaar. Hele hoge graad. Dat is het tuig. En maffia staat dan voor zoiets als. Uh, Massini vindt alles goed als je maar rooft en plundert. Of zo. So. Massini keurt het goed. Of, zo. of de rest keurt hij af. Of. Het gaat erom dat je de boel echt besloten niet houdt. Mafia. Rutte werd ondervraagd over uh, die, die boetes en zo. En dan uh, zegt hij ook nog, ter verdediging. Dus je krijgt dan wel een VOG, een verklaring omtrent gedrag. En, en dan gaan we kijken, houden we jouw dossier bij? Maar Larry Koek... En dan begint hij over die maatregelen in de Kalverstraat, Amsterdam. Dat iedereen aan, de, aan één kant moest lopen. Of met mondkapjes, zoiets. Ja, zei hij. Dat was alleen... om te kijken... of het zou werken. Zo'n maatregel. En dan denk jij natuurlijk, oh... Dan gaat hij natuurlijk meten van als we nou dan in de Kalverstraat in Amsterdam als we dan die maatregelen opleggen, of er dan inderdaad minder mensen overlijden aan corona, dan kijken we dus of de maatregel werkt. En dat bedoelde hij niet te zeggen. Hij bedoelde met werken. En uh, werkt dat ook? Dat wij het zeggen en dat iedereen zich aan de regel houdt. Want, zei hij letterlijk, dan kunnen we die maatregel toevoegen aan onze gereedschapskist en toepassen in andere regio's. Jezus hoor. Er gaat helemaal niemand dood aan uh, corona 13, 14, 15 of zo. Er gaan mensen dood. Elke dag. Elke dag worden er honderd mensen gechopt. voordat ze het daglicht hebben gezien. Ja, dat is niet erg, Piri. Want uh, bij die mensen. die hebben nog helemaal niet in de rondte gelopen. niet in een kinderbadje gezeten. En uh, nou, dan is het ook niet erg dat ze dan worden vermoeid. Nou ja. En ze verkopen die stamcellen. Hè? Van dat. Uh... Foto's, materiaal. Meer dan bijna honderd per dag. Per jaar in Nederland... ...meer dan 30.000. hè? Waar hebben ze het over? Nou, ze hebben het erover... ...dat uh, zij ons... Dat ze willen kijken... ...of het werkt dat ze ons... Uh, ...helemaal knettergek kunnen maken dat we zoiets belachelijks doen als die maatregel opvolgen die de gold in de Kalverstraat. Het is alleen maar om te kijken of wij gehoorzamen. Dus als je, ik weet niet, ah, mijn moeder die had ook, nee die deed dat, nee nee die had dat ook. Dat ze ook vond, ja, of, het, of het nou uh, logisch is of niet, maar ik wil het, dus je doet het maar. Niet de hele tijd hoor, maar ja, dat, dat is wel gebeurd. Het is heel bazig. Het is heel vervelend. Het is een hele vervelende mentaliteit van die mensen. Een beetje spelletjes lopen spelen met ons. Alsof we Guineese biggetjes zijn. Guinea pigs. Proefdieren. Dat is toch... Ik vind het heel erg min wat ze dan... De enige reden dat ik ze gelijk kan geven is dat wij inderdaad massaal luisteren naar dit soort domkoppen. En dan kan ik me voorstellen dat als je dan op zo'n dag dat het verbod geldt, dat je je houdt aan de regels, want ik zit ook met een mondkapje in de bus. Ik wil geen gezeik met de buschauffeur. Die heeft de bus al te besturen. En die arme man heeft het al moeilijk genoeg. Dat is wat anders. Er zijn mensen hier in Nederland en die zijn daadwerkelijk bang. Iedereen die hier in Arnhem over straat loopt met een mondkapje, die is bang. Die gelooft daadwerkelijk dat dit soort mensen de waarheid vertellen. Terwijl Mark Rutte heeft gezegd op de persconferentie van vandaag. Dat ze dit soort maatregelen afkondigen. Ook om te kijken of we überhaupt wel luisteren. Ik was toch gestoord. Luisteren naar wat? Wat voor een geweldige plannen hebben ze dan? Moeten we alweer zeehondjes gaan redden? Te gek voor woorden. We moeten allemaal op stel en sprong in de houding springen. als dit soort debielen uh, wat afkondigen. En dat doen ze dan ook uh, tussendoor om te kijken of wij nog wel luisteren. Het is, dacht ik toch wel zo, dat we we vinden het prima dat we, dat we, dat, dat we die proef nemen, hè? Lijkt mij. Hè? En dan moet je dat ook van tevoren zeggen. Hè? Nou, hij wil een Nou, we gaan uh, 13 februari. Komt de grote. Griepvoorkomings, pandemie, zijn uh, ellende test. En uh, we doen dan net alsof we de griep allemaal kregen en zo hè. En dan moeten we allemaal mondkapjes en dan moeten we anderhalve meter afstand houden. En uh, dat houden we dan dertien dagen vol. En daarna hebben we ingelast extra, ook voor de protestanten, carnaval. En dan gaan we kijken of iedereen netjes meedoet. Ook met carnaval dan. Je hoeft niet per se verkleed te komen, maar wel dat je wel langskomt en even wat drinken. Hè? Een glaasje ranja. En zegt het dan eerlijk. Maar dat zeggen ze niet. Nee, ze doen alsof het echt is. En zijn aan het kijken of we überhaupt wel luisteren. En dan komt de volgende eraan. Ja, je, kan het, je kan het bijna. Maar ze komen klem, hoor. Maar ze, het, het punt is. <coughs> Sorry dat ik maar zijn. Het punt is. Dat die, die virussen die muteren. Punt 1. En virussen zijn niet te zien met een microscoop. Ze zijn ook niet te filteren, dacht hij. Een virus dat is zo klein, dat gaat overal doorheen. Ja, niet door glas, maar, ja, maar dan heb je zo'n beetje gehad. Het is in het begin was... Uh, eerst dachten ze dat er een soort van geest of zo... Uh, want ze merkten wel dat er iets besmettelijks was. En dat dat zo klein was dat... Dat was niet heel klein, nee, het had, had helemaal geen afmeting. Het was een soort verstoring in de ether. En toen kwam er iemand op het geniale idee om te veronderstellen dat het wel eens iets zou kunnen zijn. wat zo klein is dat je dat niet kan zien met een microscoop. En dat je ook niet kan filteren. En vandaar dat ding over virussen. Met een elektronenmicroscoop, en met DNA-onderzoek, hebben ze modellen geschetst. En ze denken dus dat er een virus, een bepaald virus, en dat heet corona, en dat ziet eruit als een bol. En er zitten allemaal paddenstoeltjes op. En dat vormt een kroon. En vandaar, dat is een groep, dat is een virus met paddenstoeltjes ja en hoe zien die eruit ja de grap is uh, ja hoe onze muteren en zo'n PCR-test dat is het, dat je heel weinig materiaal hebt en dat ga je als het ware onder een kopieermachine leggen dan maak je één kopietje dan maak je een kopietje van die twee heb je de vier dan maak je nog een kopietje heb je er acht dan maak je nog een kopietje en dan, oh, uh, uiteindelijk heb je zoveel kopietjes. dat je genoeg testmateriaal hebt. En dan doe je je druppeltje erop. Plof, en wordt die violet. en heb je corona. Ja, dat is helemaal niet zo. Die PCR-test geeft aan dat er DNA-materiaal is. mogelijk van virale afkomst, maar die is helemaal niet specifiek. En is dat niet specifiek in het bepalen of iemand besmettelijk is? Het is niet specifiek om te bepalen of iemand ziek is. Mogelijk ziek wordt. Laat staan of die besmettelijk is. En dan zijn er nog een nieuw fenomeen. En dat heet mensen die hebben corona. Maar dat is asymptomatisch. Kijk, nou, nu gaan we helemaal lachen. Een griep dus? Ja, corona is geen griep. Ja, nou, nee, oké. Okay. Zoiets als de griep, ja? Maar dan dat je helemaal geen symptomen hebt. Dat is dus corona ook? Ja, dat is de asymptomatische coronavariant. Ja, en nu gaan we helemaal gek worden. Dus heb je nergens last van? Moet je toch thuis zitten? Want je kan andere mensen besmetten. Want je hebt corona. Nee, je hebt geen corona. Je hebt een positieve piep gehad op je PCR-test. En je mankeert helemaal niks. Het is totale voor de gekkenhouderij. Je toetst die, de manier waarop ze bepalen of je besmettelijk corona hebt. Dat, dat kunnen ze niet hard maken. Dat kan niet. Je, je kan niet bij iemand een beetje uh, slijm uit uh, boven in zijn neus, achter, waar zit dat gat? Dan haal je er een beetje slijm uit. En dan weet je of iemand het heeft op een dusdanige manier dat hij een ander kan besmetten. Dat kan helemaal niet. Kijk, als je lepra hebt, dan lijkt me het even eventjes willen dat je... Huh? Of als je lintworm hebt, wil heb je liever niet in de buurt. Uh, ziekte van vijver. Dat is ook zo'n uh, hele besmettelijke ziekte. Moet je mee oppassen. Hoor. Ja, mazelen is ook heel besmettelijk. En is dat erg? Nee. Ja, maar, Piggy, er gaan best veel mensen dood aan de mazelen. Ja, in Afrika. Echt, in Afrika gaan er. Jaarlijks heel veel mensen dood aan mazelen. Maar niet in Europa. En ga je daar zorgen over maken? En hoe komt het? Wat doen wij in Europa nou goed wat ze in, in Afrika niet snappen? Want daar gaan hun kinderen dood aan mazelen en bij ons niet. En dat komt niet door de vaccinatie. No way. Het komt daadwerkelijk door het aantal mensen dat per ziektegeval overlijdt. Want ook in Nederland krijgen kinderen de mazelen nog steeds. Of kregen. Maar die overleden daar niet aan. Polio is ook zo'n voorbeeld. Polio is tot zekere hoogte besmettelijk. En bij heel veel mensen slaat dat niet aan. Bij sommige mensen slaat het aan en dan krijgen ze ziekteverschijnselen. En van die groep, daarvan uh, 10%. Heeft daar ernstige uh, blijvende schade van? Het is wel een 1 op de 10 van 1 op de zoveel. En moet dan iedereen zich gaan inenten tegen polio? Ja. Maar ik weet het niet. Ik ben daar niet bang voor. Dat is wat anders, denk ik. Mira vroeg aan mij: van, uh, zou het kunnen zijn dat die mensen die zo paniekerig doen over die coronamaatregelen. in die zin ja, dan moet je aanhouden. en dan gaan allemaal dood. en luister naar Mark Rutte. Uh, en dan vroeg ze: zou het kunnen zijn dat die mensen bang zijn voor de dood? En toen zei ik ja. Ze zijn gehecht aan het leven. Dat kan je ook zeggen. En dat moet je helemaal niet doen. Ja, je moet je niet hechten aan het leven. Als je jong bent. Dan wil je iemand zijn en als je ouder bent, dan ben je iemand. En hoe ben je nou iemand geworden toen je vroeger iemand wilde zijn? Nou, dat was een kwestie van ouder worden. Ik heb mij vroeger veel te druk gemaakt over mijn leven. Dat, dat weet ik. Een klagen, jongen. En ik had helemaal geen reden. Je moet er niet uh, aan hechten, niet aan trekken, niet aan duwen. Gewoon maar laten gaan. En wat nu duidelijk wordt voor ons allemaal, en dat vind ik mooi, is dat we nu zo duidelijk kunnen zien hoe onze overheid is. Hoe mee En Hugo, die jongen, die komt er dus aan met het punt dat ze hebben nu niet genoeg testen om uh, Nederland te gaan testen. Ze willen dus heel veel testen hebben. Ze willen allemaal mensen gaan testen. Testen op wat? Ja? Een PCR of zo? Ja, kijk, we hebben geconstateerd hè? Wat uh, u in het bezit bent he, van een ding. En dat weegt dus uh, nou, nog geen duizend kilo. En uh, nou, dat is wel met uh, vier wielen. En uh, ja, we denken toch... dat dat mogelijk... Renault Clio is. En uh, dat kan niet. En dan ga je in quarantaine, hè? Dat is toch erg? Hè? Ja, kijk, het is al erg als je een besmettelijke ziekte hebt, zoals lepra. En, en dan moet jij in quarantaine of zo. Maar, maar nu, je bent helemaal niet ziek. Ja, maar je hebt hoofdpijn of spierpijn. Uh, morgen heb je te veel gegeten en te veel bewogen. En dan heb je gekotst toen je op je werk kwam. En je voelt je niet goed. Dan krijg je ook nog hoofdpijn. En in de voel je je helemaal slap. En dan, dan nemen ze even een proefje: hey bingo. Je hebt corona. Dan zit je thuis. Ik snap heel goed dat dit geeft een gevoel van paniek. Als je je realiseert wat hier aan de hand is. Dit zijn geen grapjes meer. Dit is een regelrechte oorlog tegen de menselijkheid. De mensheid. Dan ben ik ontzettend christelijk. Dus ik hoorde het helemaal niet te zeggen. Maar ik zoek mijn lucifers. <laughs> ja, ze weten die dingen in één keer. Het is ook leeg. leeg. Ah, Kijken we de aansteker nog doen. Je toch niet. Oh wacht. Hé, hey, een hey, hey. hey, vriendje, opgelost. Dat is toch erg? Hè? En dan gaat de jongen Hugo de jongen. Dat is dezelfde man die verklaard heeft dat je in de bus moet gaan zitten met iets dat eruit ziet als een beschermingsmiddel, een mondkapje. Het moet er echt uitzien als een mondkapje, niet een sjaal. Nee, nee, nee. Het moet eruit zien als een mondkapje, maar het mag niet werkzaam zijn. Het is puur satanistisch hoor, wat ze ons aandoen. Wij worden verplicht om in het openbaar vervoer te gaan zitten met een mondkapje. En dat mag niet functioneel zijn, niet functionerend. Anders krijg je een boete. Mark Rutte zei ook nog. Oh, kijk, we moeten wel uh, als vooropstellen. Ons gaat het niet om uh, de boetes. Nee, nee, en waarom dan wel? Dus het heeft al even door Mark Rutte heen gespeeld. Dat het de volk zou uh, kunnen gaan denken: dat het een reden is, het hele corona-gebeuren, alleen maar om boetes te kunnen uitschrijven. Want anders moeten ze de BTW gaan verhogen. Afgrijzelijk. Nou, uh, Hugo de Jonge heeft gezegd. Het uh, mag dus niet met een werkzaam mondkapje. Dus het moet eruit zien als een mondkapje. En het mag niet functioneren. Het mag niet gecontroleerd zijn op de daadwerkelijke werking. En, uh, huh? Want wat is een mondkapje? Kijk, uh, wat is functioneel? Uh, bijvoorbeeld, je koopt een boormachine. Nou, die moet je het doen, ja, anders heb je er niks aan. Nou, dat maar een mondkapje. Die moet, je, die moet je er eentje kopen. moet je naar de, de Hubo. Moet je gaan. Jullie ja, dachten, ik, uh, ik uh, moet een, uh, een boormachine hebben. Hè? Uh, uh, maar die mag het niet doen. Oh, dat oh, ja, is goed. En, uh, en, en wil je een grote, zware boormachine die het niet doet? Of we hebben ook van die handzame modellen. Of, of is het voor je vrouw? Uh, Zo'n handig. Die uh, doet het ook niet hoor. En, ook niet werkzame. Dan kan je roze knopje. Alles erop. Waarschuwingslampje. Ook nog een veiligheidsklik. Dan weet je zeker dubbele zekerheid. Ja. Dat hij niet functioneert. Dus je kan hem dus, als je hem op de. In de... Ik het even voordoen. Dan doe je zo klok in de veiligheidsmode. Dan kan je gewoon mee rondslingeren. Want hij doet het toch niet. En dan kan je hem ook ervan afhalen. Dan is hij actief. En dan. Dan gaat ook het lampje branden. En als hij meer dan 15 seconden actief is. Dan komt er een. Gevaarlijk, gevaarlijk. Werkzame boormachine. Maar dat werkt allemaal wel. Maar de boormachine echt niet. Dat weten we zeker, want we hebben namelijk geen elektromotor erin. Het is alleen de buitenkant. En wat voor merk wilt u dan? We hebben, nou, de vrouwen houden heel erg van Bosch. Die zijn wel wat duurder. Zo gek is het, hè? En ik heb ook zo'n niet werkzaam mondkapje op. Er zijn helemaal bruin van binnen, Heb ik natuurlijk een shekkie zitten roken. Ja, dat zal het zijn. Dan zit ik een shekkie te roken. En dan komt de bus eraan. En dan gooi je zo je shekkie zo uh, in de goud. En dan heb ik je mondkapje over die nazen. En dan zit ik nu die, die, die tabaksrook. Dat is het. Maar er zit ook bruin spul uh, bij mijn oren. Ik wil ook niet dat je mijn mondkapje gebruikt. Alsjeblieft niet. Ja, daar moet van alles in groeien momenteel. Dus mijn mondkapje. Ja, maar Piri, die moet je in de wasmachine doen. Ja, ik ben er een beetje gek. Ik ga geen risico's lopen. Straks uh, heb je uh, uh, ik heb zo'n eco programma, maar straks komt hij naar half knel te zitten en dan breekt dus een touwtje af. Wat moet ik dan? Moet dan naar mijn werk? Ik doe dat niet in de wasmachine. Ja, maar Piggy, dan moet je zijn mondkapje moet je op de hand wassen. Ja, ga dat maar vragen aan je hospita. Maar daar heb ik geen geld voor. Ik ga hem binnenkort wel wassen. Dat moet toch wel een keer... Het functioneert niet. Hè? Dus je moet verplicht met een niet functionerend ding in de bus zitten. Want ik had het aan mijn baas gevraagd. En mijn baas zei: We hebben de stapels liggen. Echt geen gebrek. Maar die mogen wij, of ja, we, nou, of, wij, of zij dat mogen, daar krijgen ze geen boete voor. Mijn baas zei erbij, mijn manager. Hè? Mijn manager zei erbij, ja, je mag ze dus van mij gebruiken, jullie allemaal, want iedereen van ons had er last van, nou, iedereen die met de bus komt, had er last van. Ja, stapels van jullie. Het punt is, als je ermee betrapt wordt, dan hang je. En dat zijn bedragen die voor ons van de schoonmakerij, dat gaat in, uh, nou ja, wij verdienen 10, 12 euro per uur. En dan ben je uitgemarcheerd. En ik krijg je een boete van 300 euro. Ja, dat is 25% van je maandsalaris. Nou, 20% of zo. Hakt erin, hoor. Dus ja, wij moeten wel. En dan maar met een niet werkzaam mondkapje. En de idioterie. Hè, hij moet dus niet werkzaam zijn. Moet. Hij moet op dat mondkapje. En dient niet werkzaam te zijn. Van, iedereen moet voortaan seks hebben met condooms. Maar dan moeten wel allemaal gaatjes in zitten. En dat moet dan. Van Hugo de Jonge. Of eh... Uh... Iedereen moet voortaan uh, uh, alleen nog maar eten die dingen die niet voedzaam zijn. Dus je mag wel eten, dat maakt niet uit. Als het maar niet werkzaam eten is. Als jouw lichaam er maar niks aan hebt, mag jij in je mond stoppen wat je wil. Hier, oude krantenpap. Met een beetje aan zijn. En wat suiker word je er niet dik van. Je kan toch helemaal niet? En dan gaat die maf, Die Hugo de Jonge, van zijn niet werkzame mondkapjes... die is dan bezig, ze hebben contracten afgesloten met de Duitsers. Dat zijn twee Duitse farmaceutische giganten. En op dat terrein dondert het er helemaal niet toe... Waar die, die firma's wonen, werken, leveren, opslaghuizen hebben, en geloof me nou maar. Die, die firma's zoals Pfizer en op dat niveau heb ik gewerkt aan de binnenkant. Dus die, die hebben helemaal niet een, een vestigingsplaats. Die werken mondiaal. Anyway, de Nederlandse overheid heeft dus zware onderhandelingen gehouden met de Duitsers. Dat zijn dus kennelijk een stelletje Duits sprekende. Uh, grote jongens. Over de levering van testen. Op de korte termijn maakt Hugo de Jonge zich zorgen over de testen. Dat wel, zonder meer. Op de langere termijn niet, want op de langere termijn is zelfs met één van de Duitsers afgesproken dat er 44.000 testen klaar zullen staan. Dan zijn 44.000 Nederlanders aan de beurt om een prikje te krijgen en dan wordt ik... of whatever ze moet doen. Je weet, weet niet waar die man het over heeft. Zijn het serologische testen en is het een PCR-test en zo ja welke? Ja, dat zijn toch normale vragen? Maar goed, er komen 44.000 testen. Die zullen geleverd zijn door één van de Duitsers. En dat is dan op de langere termijn. En op die, nou, als we die 44.000 testen maar hebben uh, op dat moment... en Hugo de Jonge weet dat dat moment komt... en hij maakt zich op de langere termijn echt helemaal geen zorgen... het is alleen de kortere termijn dat hij zich zorgen maakt... Van, goh, wat kunnen we weinig mensen testen tegenwoordig? Ja, jo, joh. Mijn dochter, die... Die zei tegen mij dat ze overwoog om zich te laten testen. Want, ja, zei ze zei, want door mijn werk kom ik met Jan en alle mannen in aanraking. En ik wil niemand besmetten. Ik vind het zo mooi dat ik me dan in mijn hoofd denk ik. Dus, laat deze bittere beker aan mij voorbij gaan. Dus ik denk ik trek dit niet, hè? En dan begin ik maar dan zeg ik wat vrolijks of uh, ben je bang dat je het hebt? Of zo? Ja, ze Ja, me ja, misschien heb ik het, daar heb ik er zelf geen last van. En dan kan ik wel andere mensen besmetten. Waar zijn we gebleven met, met gewoon leven? En Hugo de Jonge, die had het erover dat er een test aankomt. Hij zei letterlijk, het komt eraan. Alsof die al helemaal klaar was. En dan kunnen ze een coronatest afnemen. Met een ademmonster. Dus dan moet je net als bij de alcoholcontrole moet je even in een buisje. En dat is alles. En heb je corona of niet? Dat is Hugo de Jonge en Maak Rutte. Ze zijn volslagen idioten. Ik, ik, ik moet er gewoon weer gaan fantaseren. waar die lui in hemelsnaam mee bezig denken te zijn. Ze denken ergens mee bezig te zijn. Maar met wat? Zij denken dat ze een beeld hebben van de maakbare samenleving. En daarin is het belangrijk dat het volk precies doet wat de overheid zegt. Dus dan gaan we dat maar als eerste oefenen. Ik ben het helemaal eens met een maakbare samenleving. En die lijkt mij te beginnen. Met het informeren van mensen over hun situatie. Geef openheid van zaken. Als overheid zijnde. Dan maak je wat van de samenleving. Zij proberen. Het is eigenlijk iets heel bijzonders. Dat ze. Ze willen een soort, wij weten precies hoe het van nature moet gaan met de mensheid. Want je moet een stelletje mensen hebben in mooie pakken en een gebarentolk. En dan ga je zeggen dat je idiote dingen wil. Dat je mensen gaat verplichten om niet werkzame producten te kopen. Omdat ze met die niet werkzame producten uiten dat ze gehoorzaam zijn. Ik laat maar een pauze vallen. Ja. Ze willen kijken: zijn wij volgzaam? Als het antwoord ja is, dan ja, krijg je een plan voor dan ga je de volgende stap. Ze hebben hierover nagedacht. Hè? En per regio wordt er uh, geturfd in hoeverre welke regio meewerkt en welke regio niet. En ze hebben, ze hebben de volgende stap hebben ze al klaar. Dat gedoe met die Twin Towers in New York. Dat was een project van meer dan 100 jaar. Dat is heel lang aangeschaafd. Als we nou zo, ze nemen de tijd hè. Maar als we het nou eens zo doen terwijl ze whisky roken en sigaren drinken. En dat met die brunetten, de, de, was, dat stond alleen maar in de krant. Dat is, het, dat is het alles. Het is ook niet iets om bang voor te zijn. Het zijn mensen met een hoop poen... en die weten van gekkigheid niet wat ze moeten doen... En dan gaan ze malle dingen doen. En als wij ons daardoor laten beïnvloeden, dan denken zij hi-ha-hi-ho. Ze doen bij wijze van spreken een wedstrijdje. Wie is er het beste om de schaapjes één kant uit te laten lopen? En dan doen ze. Ik vind het een ge gevarieerd aanbod. Dus uh, ja, oorlog en uh, honger en, uh, en ziektes. En wij allemaal maar. Oh, oh, oh. oh ja, en onze kinderen indoctrineren dat ze, dat ze niet zoveel eiwitten. Maar alleen maar plantaardige eiwitten, net als een koe. En dan schaap. Alleen maar plantaardige eiwitten mag je eten. Dat is hun bedoeling. Dat is geen dierlijke eiwitten meer. Ja, let me op hoor. Ja, dat, dat, dat vleesloze vlees, dat ligt dan nu uh, in de Albert Heijn. En dat levert helemaal geen donder op. Maar Albert Heijn krijgt daar subsidie op. Geloof me. Niemand wil het eten. Maar Albert Heijn krijgt subsidie. Het is gewenningsvoedsel. Wende Wenden maar aan. En ik vind het op zich wel leuk, want dan krijgen wij tijden. En ik denk dat ik er eigenlijk wat mee moet gaan doen met internet of een Facebookgroep of zo. Dat je waar maar wo mogelijk maak je kippenhokken. was is het leuk voor de kleine kinderen. En dat, dat, dat mensen dat ook nog zelf gaan doen. Dat de kip geslacht wordt. Zo'n kip, hè. een kip oppakt voor het eerst in zijn leven. En dan denkt die kip... Wat krijgen we nou? En die verstijft. En dan... En dan moet iemand die kip in bedwang houden. Wat je een sterke jongen hebt. En dan moet die kip in een emmer met een ton met heet water. En dan plukken. En dan heb je kip. Per soep. Minimaal. Lekker hoor. En dat er dan ook zo'n mooie website komt dat, uh, dat je heel handig kippenvoer kan krijgen. Heel goedkoop. En kippen eten bijna alles. Hè? En daar kan je dan over gaan nadenken van wat vinden die beestjes lekker? Ze houden van Wurm Dat vinden ze leuk. Dus als je ergens een dode hond vindt. Nee. Uh, die dode hond, die weet ik veel of een dode eend, heb je gevonden. Een uh, dode eend, gewoon een dode eend meenemen. En dan. Krach, 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 met een spade, maak je er prut van. En dan wachten op de vliegen. En die kippen, die eten die maden op. Hè? Al oh, die malen die zitten lekker. Ik ben een engeltje. Ik zit helemaal in de strand. Oh, ik zie het daglicht. Nou, ik heb er helemaal zin in. En dan komt zo'n kip en zit. Pik. Ik heb je. Ik vind de kippen leuk hoor. Zo met de snaveltjes zo kijken. Beestjes en andere vies kruimen, Wiepie ook. Kippen vreet alles. Als het maar beweegt. Ik denk niet dat een, kip, dat een kip veel smaakgevoel heeft. En die mannetjes van die kippen, die zijn irritant. Ja, vervelende. Dat kan je ook over mensen zeggen, maar bij, bij kippen heb je dat ook. Hè. Dat is opvallend. Kijk, dan komen we weer tot onszelf. En dan eten wij weer gewoon dierlijk eiwit. Zeg, als dat mag. Dat mag sinds de dagen van Nowach. Voor die tijd deden we dat niet. Maar na die tijd wel. En ik denk dat... Jörg Liesman is een veganist... En ik denk dat hij niet zoveel bezwaar kan maken tegen het feit dat er mensen zijn die kippen gaan houden. Die kippen moet je in leven houden. En de kinderen uit de buurt, dat is leuk. Ja, die haantjes, ja, die zijn helaas de bok. Op jonge leeftijd. Agressieve beesten. En die vrouwtjes, ja. Ja, die slag ze maar. Ik heb het zelf gedaan, hoor. En je gaat mij niet vertellen dat die kip uh, iets overkomen is. Die kip die begrijpt er helemaal niks meer van. En dan poef dood. En zo komen wij terug tot op dat wat we zijn. Wij mogen wel uh, een kip kweken en uh, fokken, of hoe noem je dat? Hè? Houden. Ja. En die eieren allemaal opeten, waarom niet? Hè? Ik kan ook uh, al, al dat legsel uit laten komen. Kan je ook doen. En dat moet je geen gewoonte van maken. Want dan zit je hele tuin vol met kippen. En dat we naar dat niveau afdalen. En dat we dan ook niet alleen een kip houden, maar ook naar die kip kijken. In zijn kuikentjes. En met onze kinderen. Dat je kinderen dan vragen, van, waarom hebben wij kippen? En je zegt nou, dit is voor het geval dat je griep krijgt. Wat is het, een griep? Dat klinkt heel griezelig. Nou, griep is. Dan heb je heel warm. En, en dan ben je misselijk. En, en dan drink je helemaal niet. En dan ga je helemaal verzwakken. En dan kan je doodgaan. En, en daar loopt het medicijn. Dan moet je het in. Hoezo? Nou, zo. Want uh, we maken daar kippensoep van. En dat helpt heel goed tegen de griep. Snap je? Zo simpel is het. En voor mensen die in Amsterdam wonen, zoals mijn uh, Joodse vriendin, Mira. Ik <laughs> het zo leuk dat ze Joods is. En ze woont in de Jordaan, ook dat nog. Ja, maar die kan dat niet. Die kan misschien een fokkerij beginnen in haar kelder. Maar. Die heeft, nee, daar heeft ze ook de ruimte niet voor. Wat een gedoe, hè? Met die rare mensen als Rutte en de jongen. Niks van aantrekken. Het is jouw overheid niet. Ze zijn de baas. Maar niet door ons gekozen. Jawel, want we hebben de stembiljetten. Ja. Kijk, ik, ik weet dat er van die uh, verhalen zijn. Er was een man, er is, er is een neef van mij. En die bestelde een pizza met bier. En die kreeg uh, uh, pizza fungi, en hij zo. Hé, hey, Ober. Je bent wat vergeten. Ik bestelde een pizza met bier. Dit is niet wat ik besteld heb. En dan zei die ober tegen mijn neef... Ah, dat is een pizza met pilzen." En dus, dan, dan heb je dus... Mijn neef had toen... En dat vind ik dus stom. Hè? Maar hij had fout gestemd. Maar wij zitten met het probleem... Dat wij een, uh, wij hebben een pizza bolognese uh, spaghetti macaroni of uh, met dinges besteld. En we krijgen alleen maar een lege pizzadoos. Dat is ons probleem. Wij hebben helemaal niet gekozen voor deze kartonnen jokers. Die ons verplichten om met niet werkzaam materiaal op in de bus te gaan zitten, anders krijg je een boete. Dat is maffiaal. Maak je geen zorgen. We hebben al, wij doen al, en, wel, al 3000 jaar lang. Doen, doen wij aan de gewoonte om de maffia te overleven. en ze te kakken te zetten. En dat moeten wij gewoon blijven doen. Kennelijk is dat gewoon. Daarom zei ik gewoon. Want ik hou niet zo van het woord gewoon. Wij moeten ze te kakken zetten. En dat deden onze voorvaderen al. En laten wij het voorbeeld van onze voorvaderen volgen. En dat als, als, als Mark Rutte over straat loopt, dat moeders dan uh, in paniek raken. En dat zo'n kindje zegt van mama, waar is die boerka voor nodig? Ik ben helemaal niet dans. En de mama zegt nee, het is geen boerka. Doe maar net alsof en eh, niet kijken, niet kijken, niet kijken. En dan komen die twee verschrikt thuis. En dan dat kindje vraagt, wat was er nou zo erg op straat? Wat, wat, wat mocht ik dan niet zien? En dat vader dan die hoort van het voorval. en uh, Die ligt dan s'avonds in bed met zijn beeldschone vrouw. En, en die vraagt aan zijn vrouw: Was dat weer Mark Rutte die daar liep? Ja, zei zijn vrouw. Oh, die man, daar moeten we dan toch een keer wat aan doen. Al die tafereelen, dat onze dochter denkt dat ze een boer kan krijgen. Ja, ik snap al dat, dat, dat je niet wil dat ons. Maar wat je ook niet wil is dat jij. Uh, ik vind wel dat jij vrij over straat moet kunnen lopen met je kind. En dat je niet bang hoeft te zijn dat het per ongeluk kijkt naar Mark Rutte. Oh, wat voel ik mij humoristisch vandaag. Doei.